Vorige week heb ik het gehad over vorst. Dus dat waterleidingen onder het maaiveld in de grond moeten zitten. Dat je leidingen moet beschermen met isolatie of met een thermisch lint om te voorkomen dat ze bevriezen. Maar mocht het toch fout zijn gegaan, je leidingen zijn bevroren geweest en je hebt de leidingen ontdooid, bijvoorbeeld met een föhn of met een thermisch lint, wat ik je vorige week heb laten zien, en het gaat toch lekker, dus de leiding is gescheurd of gebarsten, dan zal je dat stukje toch moeten gaan repareren. En ik ga je vandaag drie methodes laten zien. We gaan solderen, we gaan knellen en we gaan persen. Welkom in de Hobbyboot. Laten we beginnen met het solderen. En solderen is wel het meest traditionele. Nou, dit hebben we nodig. We hebben een brander nodig. Of je doet het met een schildersfeun, met een speciaal hulpstuk. Werkt ook prima. We hebben schuurlint nodig. Koppelstukjes natuurlijk. Die heb je van messing, maar je hebt ze ook van rood koper zelf. En we hebben soldeertin nodig. Nou, vroeger werd het ook wel gedaan met lood, maar dat mag niet meer. Er moet tegenwoordig een Kiwa-merk op zitten. Dus het moet geschikt zijn voor gebruik van drinkwater, drinkwaterleidingen. En hetzelfde geldt voor het vloeimiddel. Want te solderen heb je ook een vloeimiddel nodig. Je hebt S39 en S65. En hier staat ook vermeld dat het geschikt is voor drinkwater. Let daar wel op. Het voorbereiden bij het solderen, dat is heel erg belangrijk. Moeten zowel de koperen leiding als de fittingen moeten we goed schuren. Het is belangrijk dat je het in de lengterichting van de buis schuurt. Dus dat de kratsen in de lengterichting zitten. Dit doen we eigenlijk om ervoor te zorgen dat zometeen het tin goed hecht aan de buis. Dus door het schuren is ook alle verontreiniging weg. En hetzelfde dat doen wij met de koppelingen. Dus dan maak je er een rolletje van. En dan schuur je de binnenzijde. Als je meerdere koppelingen nodig hebt, adviseer ik eerst even wat tijd te besteden aan het schuren van alle koppelingen. Zodat je er geen eentje overslaat. Want mocht je dit vergeten, dan kan dat het vloeien van de tin beïnvloeden. En het principe is eigenlijk dat als we dit zo meteen gaan verwarmen, het tin goed tussen de pijp en de koppeling vloeit. En dat vloeien, dat doen we dus met die soldeervloeistof. Zo. Dus dan heb ik het voorbehandeld. Dan zet ik het in elkaar. Zet ik het eventjes klem. Ik gebruik hier een muurplaat. Dus dan kan ik gewoon gelijk beginnen met het solderen. Gebruik je nou bijvoorbeeld een knietje, dan moet je ervoor zorgen dat je twee leidingen tegelijk soldeert. Je kan ze niet om de beurt doen, want dan gaat de ene eigenlijk weer los en dan kan die gaan lekken. Dan kunnen we beginnen met het solderen. Dat doen we met de brander. Nou, tin zilver smelt ongeveer bij 235. Even goed nakijken. Oh, 221 graden. Nou, hoe weet ik nou precies dat dit 221 graden is? Want het kijkt wel vrij nauw. Als het eronder zit, dan smelt de tin niet. En ga je er overheen, dan kan je de tin ook weer verbranden. De juiste temperatuur zorgt ervoor dat er een capillaire werking ontstaat tussen de koppeling en de koperen leiding. En die zuigt als ware de tin de verbinding in. En dat zorgt voor die waterdichte verbinding. Hoe weet ik nou precies dat hij de juiste temperatuur bereikt heeft? Nou, dat ga ik je zo meteen laten zien. In eerste instantie is de vlam mooi blauw. Op een gegeven moment wordt die vlam groenig. En dan weet je dat je de juiste temperatuur hebt bereikt. Dan pak ik het tin. Dan zet ik de brander uit en dan druk ik de tin tegen de koppeling, zodat de tin er netjes invloeit. Ga niet de buis verwarmen, maar voornamelijk de koppeling. Kijk, nu wordt de vlam groenig. En dan weet ik dat hij de juiste temperatuur heeft bereikt. Tegenaan houden en dan vloeit hij netjes dicht. Laat de koppeling zelf afkoelen. Ga hier nou geen water over gooien, want dan kan het tin schrikken, waardoor er weer scheurtjes ontstaan, waardoor hij niet waterdicht is. Het enige wat je wel nog moet doen, is de koppeling eventjes reinigen met een doekje, dat al het soldeervet verdwenen is, vloeimiddel, want dat kan weer heel naar gaan
oxideren. Dan krijg je van die groene aanslag. En zoals je ziet, hij is gewoon netjes dicht gevloeid. Dus deze is waterbestendig. Nou, wil je geen branders gebruiken, wil je niet solderen, dan is er nog een oplossing. Dat is de knelkoppeling. Dan hebben we dit niet meer nodig, dus de handschoenen ook niet meer. De knelkoppeling, daar heb je alleen steeksleutels voor nodig. Nou, dit is zo'n knelkoppeling. Heb je in verschillende diameters. Hè. Die is 12 mm, is 15 mm, die is ook in 22 mm. Wat is nou? Er zit een wartel. In die wartel daar zit een busje, het zogenaamde tonnetje. Dat is de knelring. Die doe je dus om de leiding heen. Ja, eigenlijk eerst de wartel. Dus je doet eerst de wartel erop. Dan doe je de knelbus erop. En dan druk je hem weer terug in de koppeling. Je hoeft ze niet allemaal tegelijk te doen. Dit kan wel één voor één. En als het ware drukt die knelring, die pers je in die koperen leiding. Dus als ik die wartel ga aandraaien met een steeksleutel, helemaal aandraaien, dan perst die zich als ware in het koper. En dat zorgt dus voor een waterdichte verbinding. Even laten zien hoe dat precies werkt. Zo. Dan draai je hem als het ware vast. Zo. Kijk, als ik hem nou weer loshaal, dan zie je dus dat die ring, die zit helemaal geperst in die leiding. De soldeerverbinding en de knelkoppelingen, die zie je natuurlijk heel vaak. Maar tegenwoordig zie je ook steeds vaker van die kunststofleidingen. Die komen op een rol. Je kan de leiding nagenoeg uit één stuk maken. Maar uiteindelijk moet je toch vertakkingen maken. En daar heb je speciale perskoppelingen nodig. Die druk je erop. En het is een kwestie van persen. Zorgen dat de leiding goed in zit. Je perst hem af en klaar. Of je doet het andersom. Je hebt al een koperen leiding en je wil verder gaan met kunststof. Dan draai je deze erop. Deze is voorzien van een knelkoppeling. Hoppa. Dus we hebben weer een wartel en een busje. Dat zetten we erop. Daar heb je speciaal gereedschap voor nodig. En dat is aardig aan de prijs. En voor die enkele keer dat je het gebruikt, zou ik toch een andere keuze doen. Met kant-en-klare koppelingen. Dus dit is een koppeling met eigenlijk het persgereedschap in één. Dus die persfunctie zit weggewerkt in deze koppeling. En dat werkt natuurlijk super makkelijk en super snel. Een kwestie van op maat knippen. Dus je hebt nog wel de speciale schaar nodig. Dan zit er een speciaal voeletje bij om ervoor te zorgen dat hij wel mooi rond blijft. En dan is het een kwestie van de koppeling, dus de buis in de koppeling drukken. Druk je die kunststofbrug weg die hier zit. En dan ontspant die veer zich en perst zich om die leiding en dan krijg je een waterdichte verbinding. Het is een ideale methode om je leidingssysteem aan te passen of te repareren. Maar voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Dus zorg ervoor dat jouw leidingen niet kunnen bevriezen. Tot volgende week.